De Surinaamse waterleidingmaatschappij NV is bezig met een nieuwe kostprijscalculatie per kubieke meter. Om de prijs aan te kunnen passen heeft de watermaatschappij een aanvraag gedaan bij de regering, zei Freddy Krieses, SWM-directeur Financiële Zaken vandaag. De huidige prijs van 18 SRD en 47 cent per kubieke meter werd in november 2021 goedgekeurd. Er zijn verschillende componenten die berekend worden vanaf de productie tot naar de leidingen. Voor de nieuwe kostprijs zijn er opnieuw calculaties gemaakt, zegt Krieses. Aan het begin van het jaar hebben we de kostprijs geactualiseerd. En we hebben nu een kostprijs berekend van 41 SRD en 81 cent voor een kubieke meter water op basis van een koers 1,34 voor de US dollar. De US dollar ligt momenteel op, denk ik, is van 39, zoveel afgerond, 40 SRD. De overheid of de regering heeft goedkeuring gegeven dit jaar en we mochten in juli de tarieven aanpassen. Dus vanaf de maand juli factureren we nieuwe tarieven. U begrijpt, we hebben gefactureerd, maar dat geld komt niet in één keer binnen. De verschillende sprekers hebben aangehaald wat de oorzaken dan zijn voor het niet preventief kunnen onderhouden, vervangen, noem maar op, vanwege geldgebrek. Het is de bedoeling, of wij verwachten, de komende periode, de komende maanden, dat we meer geld binnen zullen krijgen, waardoor wij in staat zullen zijn om die vervangingen en onderhoud te doen, waardoor de watervoorziening dan verbeterd wordt. Aldus Freddy Krieses, onderdirecteur Financiële Zaken. De SWM kreeg verder toestemming om de prijzen om de 3 maanden aan te passen met 86 cent. Vandaar dat de samenleving een wijziging merkt in zijn of haar maandelijkse rekening, legt Krieses uit. De financiële onderdirecteur geeft uitleg van wat de huishoudens nu betalen en wat ze zullen betalen met de nieuwe calculaties. 41,81 is de kostprijs. Maar de huishoudens betalen nu 10 SRD. De goedkeuring die we hebben gehad is om maandelijks, dus iedere maand, de tarieven of de prijs aan te passen met 1 SRD, 1 SRD 5 cent gemiddeld. En dat mag tot januari 2026. Dus u gaat maandelijks, iedere maand gaat u dan, ja, je zou kunnen zeggen, als u 20 kubieke meter verbruikt per maand, dan gaat u waterrekening maandelijks met 20 SRD gemiddeld toenemen. Tot januari 2026. Dus als uw verbruik is, laten we zeggen nu 20, en het verandert niet tot januari 2026, dan gaat u betalen 800 SRD per maand aan water. Dus als uw verbruik hetzelfde blijft tot en met januari 2026, 20 kubieke meter per maand, dan gaat u betalen 20 maal 41 SRD. En dat is ongeveer 800 SRD. Als er niks wijzigt in de situatie. De SWM drukt de samenleving op het hart goed in de gaten te houden dat zij geen lekkages hebben om zo te voorkomen dat zij niet meer betalen dan wat zij verbruiken.